Hoi, mijn naam is Danielle Pasma en dit is weer een Two Spirit vlog. Ik krijg wel eens de vraag, zie jij nou alles als Tash met een middeleeuwse blik? Het antwoord is ja en nee. Ik ben natuurlijk als Danielle, als Jelle, ben ik in deze tijd geboren, heb ik alle ontwikkeling meegekregen van het leven nu. Dus het is niet zo dat op het moment dat ik 4,5 jaar geleden zeg maar wakker werd als Tash, dat ik me kapot schrok over de auto's en het leven wat er allemaal op dit moment aan de gang is. Nee, ik ervaar natuurlijk alles zoals dat is via Jelle. Dus alle kennis die Jelle heeft, die heb ik ook meegekregen. Ik weet alles. Dat ik er nu op dit moment gewoon, dat ik weer leef. En dat is dus niet vanaf 4,5 jaar, want dat is gewoon dit hele leven al geweest. Het grappige is dat ik laatst een dingetje weer onder ogen zag van een prijs die ik ooit gewonnen heb als klein meisje. En dat was geadresseerd aan lieve Danny. Beste Danny. Toen realiseerde ik me dat ik inderdaad ooit een periode heb gehad in het begin van de middelbare school. Zo klein meisje was ik dus niet. Maar waarin ik heel erg graag Danny genoemd wilde worden. Ik weet niet waarom. Ja, nu dus wel. Maar toen niet. Ik wilde dat gewoon. Ik ben zelfs naar alle leerkrachten toegegaan. En ik heb gevraagd of ze me vanaf die tijd Danny wilden noemen. Dat is niet echt blijven hangen. Omdat de naam Danny ook niet echt bij mij paste natuurlijk. Maar ik weet wel dat dat ontzettend voortkwam uit de behoefte om een jongen te zijn. De naam Danny was niet voor mij als meisjesnaam. Zo voelde het niet. Het was echt mijn manier om het jongensstuk in mezelf aandacht te geven. Ondanks het feit dat ik dat niet echt bewust wist. Het is niet blijven plakken, zei ik al, omdat de naam Danny ook niet degene, ja, de naam is die bij me past natuurlijk. Zo heet het natuurlijk niet. Maar het was al tekenend dat, ja, dat er altijd al was. Ik heb als kind al, heb ik regelmatig, beleefde ik dingen als een jongen. Ik fantaseerde dat ik een jongen was. Ik fantaseerde dat ik de hoofdpersoon van een boek was of een film. De jongen. In puberteit werden dat andere fantasieën. En ook die waren regelmatig als die van een jongen of van een man. Het is iets wat altijd bij mij in mijn onbewust is geweest. En ik heb me dat nooit werkelijk gerealiseerd. Ik denk dat ik het altijd heb weggestopt omdat ik nou eenmaal een meisje was. Dus dat kon niet. Dat hoorde niet. Dat paste niet. Dus het is altijd ergens in mijn onbewuste blijven zitten. Ja, tot 4,5 jaar geleden. Dat ik in één keer begreep waar alles vandaan kwam. Ik kan je eens zeggen, dat is een aparte ervaring. En daar heb ik natuurlijk even over gedaan om dat allemaal te kunnen passen in mijn leven. Om dat te kunnen leven, om te zijn wie ik werkelijk ben. Maar het is er dus altijd al geweest. Dus om nog maar even terug te komen op, ja, ik ben niet wakker geworden vanuit de middeleeuwen. Ik ben gewoon hier geboren, ook als jongen, in dit lichaam, als Two Spirits. Het is alleen dat ik altijd dat stuk tot 4,5 jaar geleden onbewust heb geleefd. Met af en toe uitspattingen die er eigenlijk in het bewuste naar boven kwamen. Ik moet zeggen dat het ongelooflijk goed voelt om nu echt openlijk helemaal te zijn wie ik ben. Om mijn beide kanten te kunnen leven. Om zowel man als vrouw te kunnen zijn in één lichaam. Om mezelf de aandacht te geven die ik nodig heb. En niet alleen maar aan de kant die zichtbaar is. Die bij mijn uiterlijk past, bij mijn lichaam past. Maar ook mijn andere kant.
En ja, ik kan de dingen af en toe als iemand als een middeleeuwer, zeg maar, beschouwen. Ik krijg iets drastischer oplossingen in mijn hoofd dan dat eigenlijk aan te raden is in dit leven. Niet dat ik ze doe. Ik bedoel, die remming heb ik ook wel. Dus don't worry, ik zal niet op straat met een zwaard gaan rondzwaaien. Alhoewel, ik weet het niet. Misschien is het soms wel een goede oplossing. Maar goed, middeleeuwen, deze tijd, wat maakt het in wezen uit? Ik weet niet of de beschaving zo ontzettend gegroeid is sinds die tijd. Maar in ieder geval, ik weet hoe het allebei is. Ik weet, ik kan terugschakelen. Het zit allemaal nog heel vers in mijn beleving. En ja, dat moet zich integreren in dit leven, in deze maatschappij. I'm trying. Oké. Nou, dit was het weer eventjes. We zien elkaar weer. Doeg.